Who's going to be the winners, not who's going to come second? By the fact that they've won it, do they therefore have a slight mental edge? They know the last two. Final of finals day. West Indies, the winners in 2012, take on England. Take on New Zealand. Cricket. Van Engeland tot Australië, over de hele wereld wordt deze sport gespeeld. Wij in Nederland weten maar weinig van cricket. Wat is het nou precies? Cricket speel je met twee teams van 11 mensen op een groot veld. De rand van het veld heet de boundary en dit gebied in het midden heet de pitch. Eerst gaat het ene team in het veld staan en de bal bowlen. Terwijl twee spelers van de andere partij batten. Cut from Myburg. That really was great and terrific. De batsmen kunnen runs maken door de bal weg te slaan en tussen de wickets heen en weer te rennen. Eén keer heen is een run en nog een keer terug is twee runs. Maar liever sla je de bal over de boundary, want dan krijg je vier runs of zelfs zes als de bal niet stuitert. Als het wicket wordt geraakt of de bal wordt de lucht ingeslagen en gevangen, dan is de speler die de bal sloeg uit. De batsmen kunnen ook uitgaan door te laat terug in een crease te zijn. Dat heet run-out. Of wanneer ze met hun been een bal tegenhouden die anders in het wicket was gegaan. Leg before wicket. Wanneer 10 mensen uit zijn, wisselen de teams. Het team dat bowlde gaat batten en de batsmen gaan het veld in om te bowlen. Het team dat de meeste runs maakt, heeft gewonnen. Eigenlijk heel simpel toch? Nederland is 13e in de wereld en het is heel knap, want zoveel mensen spelen de sport hier niet. En waar ze in Australië of India het hele jaar door kunnen oefenen, spelen wij alleen in de zomer, omdat het nou eenmaal niet mag regenen. De Oranje Dames zijn de afgelopen 4 jaar naar Ierland, Bangladesh, Sri Lanka, Engeland en Thailand geweest om daar mooie wedstrijden te spelen. Het Nederlands mannenteam heeft de afgelopen jaren zelfs met succes aan wereldkampioenschappen meegedaan en 2 legendarische overwinningen op Engeland behaald. En dat terwijl de Engelsen claimen cricket te hebben uitgevonden. Ga een keer kijken bij een van de 55 clubs in Nederland als je ook wil cricketen. Het kan makkelijk naast je voetbal of hockey, want het seizoen begint dus pas in de zomer. Met een beetje oefenen speel je dan over een paar jaar misschien wel voor het Nederlands team.